Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we mijn zus zoeken. Ik heb geen eens een zus. Maar Rickachu en Pichu zijn op zoek naar Pikachu en Raichu. In deze nieuwe aflevering van Miitopia. En we worden geholpen door Gooigi en door Shadow de Hedgehog. Ik heb geen idee waar de gezusters Choo-Choo zijn. En ik zing wel een liedje over tomaten. Tomaat, tomaat, tomaat. Ik ben zo blij dat je bestaat. Wat glans je zo mooi rood, zo sappig en zo groot. Avonturen liggen in het verschiet en daarom zing ik het tomatenlied. Oké, en nu is het klaar. En Shadow die geeft er nog wat ketchup bij. Dit was weer een compleet nutteloze introductie in Miitopia. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt en vergeet niet te abonneren voor Nintendo video's op YouTube, op je bolle beeldscherm, op je bakkes. En dan ga ik even bosgnoompjes slopen. Hoppa! Lekker bezig, Gooigi. Shadow die helpt mij even, maar ik ontwijk het alsnog niet. Ah, ga nou geen bananen lopen vreten, jongen. Dat is super zonde. Zo irritant dat Shadow elke keer maar bananen zit op te vreten. Dat vind ik echt niet chill. Weet je hoe duur bananen zijn, jongen? Oh, wacht even. Het is tijd voor de liefdesstory tussen Bloem, Rickachu en Gooigi. Wij vinden elkaar oké en we gaan elkaar complimentjes geven. Lekker bezig, Shadow. Boom. Ga je ook nog lekker wat doen, Pichu? Dankjewel, de dansende pijl. Lekker hoor. En dan zal ik de laatste bosgenoom eventjes nakken. Hoppakee. Blijf even van die bananen af, Shadow. Shadow is onze tank, maar ik heb het gevoel dat hij helemaal niet zo sterk is of zo. Kan ook aan mij liggen hoor, maar tot nu toe valt Shadow me niet mee. Oh, hier hebben we groene gluiperds, groene boinkies. Tijd om even wat klappies uit te delen. En Gooigi die krijgt klappies. En die geneest zichzelf. Terwijl ik al mijn strooisel klaar had staan alweer. Maar ja, even kijken of Shadow ook klappies krijgt. Nee, Shadow krijgt geen klappies. Pichu doet even de dansende pijl. Pichu is wel nice. Maar Pichu hoort niet bij ons teampie. Pichu die helpt ons nu gewoon eventjes. Ik ga even snuiven met Epona, jongens. Dit blijft gewoon zo fout. Kijk, Shadow is in ieder geval nu naar level 4. Misschien dat hij nu net zo goed is als wij. En door. Naar de herberg. Maar nu heb ik weer niet de zusjes gevonden. Waar zijn die zusjes nou, joh? Waar zijn Pikachu en Raichu nou gebleven? Shadow en Gooigi gaan even lekker aan de koffie. En worden op deze manier ook betere matties. We gaan weer even wat nieuwe wapentjes scoren. Zoals deze fophamerstaf. Nou, dat zal lekker hard aankomen inderdaad. Als je daar een klap mee krijgt. Zag je eerder uit gewoon als speelgoed. Een houten panzer voor Shadow. Daarmee wordt hij al 33% beter op zijn afweer. En ik fix voor mezelf ook even een mooier bloempie. De krabbelbloempie. Alhoewel, of dit nou heel veel mooier is, weet ik eigenlijk ook niet, maar hij is wel heel grappig. Dus even kijken of er nu een weg verder open is. Ja, oh ja, we kunnen nu naar de Amiibo mevrouwtje. Oh, kijk, kijk, kijk. En we kunnen naar een grot. En dit zal vast wel de plek zijn waar of Pikachu of Raichu zich bevindt. Dit is de Citrusgrot. Nou ja, het ziet er wel lekker uit, ja. Best wel verleidelijk om gewoon hier in de citrussap te gaan liggen. Maar Rickachu zegt, ik zou liever in de herberg zijn. Dit kan toch niet waar zijn, zegt Shadow. Hallo, Pichu. Hey, die zegt Pikachu is in deze grot. En ik vraag me af, hoe weet je dat? En Pichu zegt, nou ja, ik weet dat gewoon. Ik ben telepathisch onderlegd of zo. Laten we gaan! Nou, oké, laten we gaan. Laten we op zoek gaan naar Pikachu. Ik ga lachen als Raichu hier is, hè. Wow! Oh, oké, wat een demonische spin en een pompom. Ik vind het er heftig uitzien, deze vijanden. Hey, Shadow en ik worden betere matties. Ja hoor. Level 5 zijn we nu al. Ik ben net even een paar keer op stap geweest, namelijk met Shadow. Oké, lekker. Oké, de spin is al weg. Ja, dit gaat de goede kant op, jongens. Lekker Googie. Lekker man. En gaan we een level omhoog. Ik ga naar level 5 in ieder geval. En met de bonus ervaringspunten gaat denk ik... Ja, Gooigi gaat ook naar level 5. Heerlijk bezig, jongens. En daar hebben we een kistje. En in het kistje zit 120 monies. En we zijn nog maar bij de herberg, joh. Hé, kijk, daarboven staat Kirby weer. Kirby! Kom me helpen. Kapot veel appelslijmpjes. Even kijken of we die met het paard gewoon in één keer... Ja, jongen. We kunnen die gewoon in één keer zo met het paard nakken. Wegwezen met al die appelslijmpjes. Hey, en daar gaat Shadow gelijk naar level 5. Kijk, dit zijn de makkelijkere battles. Lekker hoor. Welke hendel wil ik omzetten? Links of rechts? Doe maar links. Hey, en we hebben een MP Snoopy. Meestal kies ik precies de verkeerde met dit soort dingen. Volgende battle tegen twee bosgenoompies. Lekker Shadow Beam. Lekker Pichu. Hoppakee. Shadow zegt, waai, oh kijk, er is overal vruchtensap. En ik zeg, als je hier woonde, zou je de hele dag sap kunnen drinken. Dat gaat op den duur behoorlijk vervelen, denkt Shadow. Ja, dat is inderdaad wel zo. Alhoewel, als ik elke dag sushi zou kunnen eten... Oh, Dat zou echt leven zijn. Misschien stop ik gewoon met YouTube, jongens. En ga ik gewoon in een sushi-restaurant werken elke dag. Lijkt me top. Nee. Ik zou er niet voor stoppen met YouTube. Maar oh, dat lijkt me wel lekker, hoor. Kijk, we krijgen meer HP-strooisel en meer NP-strooisel. Heerlijk, omdat we nu 500 vijanden hebben verslagen. Ik heb nu het level gekozen waar je een schat kan gaan vinden. Bijvoorbeeld deze schat, denk ik. 1 HP-banaantje. Nou, lekker, want Shadow die zit toch allemaal bananen op te vreten iedere keer. Ik vind het wel gek. Ze zeggen dus dat hij een tank is, maar voor mijn gevoel kan hij niet heel veel damage pakken of zo. Ik heb nu geen paard om al deze enemies te verslaan. En zelf lukt het mij niet in één keer. Gooigi kan wel dit doen, maar Gooigi kan nog niet snuiven met Epona, denk ik. En Shadow die gaat voor het eerst kogelregen doen. Die gaat gewoon kaart in de lucht schieten en die raakt mij ook. Oh ja, top, dankjewel. Zijn niet echt heel veel enemies gesloopt tot nu toe. Misschien dat ik de meeste nu kapot kan maken met mijn kattenklapactie. Lekker. Ja, het is zo fijn dat ik iedere vijand gewoon kan slaan. Echt ideaal. Gewoon 1 aanval en dan brrrr. Kijk, en we gaan gelijk naar level 6. We leren allemaal nieuwe dingen. Doe maar nog een kistje, jongens. Oh, de grote kist. Wat zit er in de grote kist? De gevlochten tabbert voor Gooigi. En ik ga hem sowieso dragen. Ja, dit ziet er episch uit. Epische Gooigi, hoor. Dus dat was waarschijnlijk het... Dus dat was het cadeautje wat we hier konden vinden. Ja hoor, en Shadow en het paard zijn ook eindelijk matties. Ik heb een heel mooi blaadje gekocht. Prachtig. En Shadow die wil ook wat nieuws. Die wil een koperen patroon. Oh, die gaat nu echt met kogels schieten. En daar wordt hij wel een stuk sterker van, jongens. Kijk maar. Hij gaat echt van 20 aanvalskracht naar 27 aanvalskracht. Dus dat is wel echt een grote sprong. Maar we zijn nog steeds keihard op zoek naar Pikachu natuurlijk. Kirby, kan jij me helpen? Kirby, waar ben je? Oh. Ik wou wat vertellen over deze enemies. Maar toen had Gooigi ze al kapot gemaakt. Lekker bezig. En ook Shadow gaat nu naar level 6. Van wie zou jij het leuk vinden als er nog in dit team erbij zou komen? Want we hebben nog plek voor 1 volgens mij. En Kirby die zit te denken van, zal ik deze vloeistof gaan drinken? Lijkt het me lekker, ja of nee? En Kirby vraagt, ken je me nog? Natuurlijk ken ik je, Kirby, de wereldberoemde ontdekkingsreiziger. Hij wil mij graag iets geven, namelijk een raadselachtig tablet. Dit keer zegt hij niet wat we moeten doen, maar geeft hij me blijkbaar een handig item. Ik weet nog niet wat ik daarmee moet, maar daar gaan we vast en zeker achter komen. Hupsakee. Oh, deze enemies die zijn best wel sterker opeens. Ik moet even wat strooisel gaan uitdelen aan Gooigi. Die hebben er opeens zin in, deze vijanden. Jongens. Rustig aan, joh. Maar goed, uiteindelijk vormt het niet zo'n heel groot probleem volgens mij. Want Shadow die gaat nu even een tik uitdelen via Epona. Oh, 47 damage. Ja, dat is wel aardig wat. Zou dat komen door het nieuwe wapen wat hij nu heeft gekregen? En toen waren we weer bij de herberg. En wordt mijn relatie met Gooigi nog beter. We gaan elkaar nu helpen. Shadow die krijgt een kartonnen panzer. Ik denk niet dat het beter wordt als je naar karton gaat. Maar oké. Als jij je daar fijn bij voelt... moet je lekker in een kartonnen panzer gaan zitten. Gooigi wil even een nieuwe stijl uitproberen. Nou, prachtig kapseltje, Gooigi. Dat ziet er niet uit. We gaan ons pad weer vervolgen. En hopelijk gaan we Pikachu snel vinden, jongens. Ik heb het gevoel dat Gooigi heel graag een beetje wil drinken. En Rickachu zegt, nee, niet doen. En Gooigi zegt, nee, ja, het is maar sinaasappelsap. Oh nee, Gooigi is verdwenen. Oké. Oh, wat? Hij is onzichtbaar geworden. Wat? Hij is weer terug, oké. Ik dacht even dat hij een Harry Potter-achtige truc ging doen, dat hij opeens onzichtbaar was. Dus even kijken of we deze pompom en versierzwam kapot kunnen snuiven. Ja, zeker wel. Epona en ik zijn echt een goed team samen, joh. Kijk, maar deze vijanden, die doen mij een beetje aan Eldegoss denken. Deze pompommetjes. Daar gaat de Shadow gaat weer helemaal los. En ik denk dat Pichu de eerste kapot maakt. Yes. Gooigi sloopt de tweede samen met Epona. En dan maak ik de laatste even kapot. Oké, dit lijkt me een moeilijkere battle. Een nieuwe vijand ook, een slak. Die ziet er wel vet uit. Dat had voor mij zo een Pokémon mogen zijn. Die slak is echt super cool. Hebben we eigenlijk slakken als Pokémon? Volgens mij bestaan er helemaal geen slakken als Pokémon, hè? Ik kan me zo even niet herinneren dat er een slak is in Pokémon. Ik weet niet, maar iedereen zit mij even te targeten hier. Helemaal prima, hoor. Ik kan het toch wel hebben. Kom maar op. Nu is het onze beurt. Oh, Shadow eet een MP-snoepje. Zie je, Shadow zit alles op te vreten, jongen. Lekker Gooigi. Oh, ja, Gooigi doet het ook goed. Ga ik de slak even slopen? Nee, ik ga de slak niet slopen. De slak leeft nog. De slak leeft nu niet meer. Thanks, Shadow. Toen we net die spin versloegen, kreeg ik spinnensushi. Ik ben benieuwd of Rickachu spinnensushi lust. Ja, ik weet niet. Om heel eerlijk te zijn, lijkt me dat ook niet heel erg lekker hoor. Lijkt me nou niet de beste sushi die je kan hebben. Geef mij maar gewoon een lekker zalmsushi. Kijk, ik heb een nieuw blaadje. Een esdoorn blaadje. Deze is tenminste heel. Die vorige die was kapot. Dat doet trouwens toch helemaal geen pijn als ik iemand sla met een blaadje. Dus even kijken waar we nu naartoe gaan hoor. Zijn we er al bijna? Jeetje, wat is dit een lange grot man. Wat is er eigenlijk gebeurd met de Duistere Vorst, vraagt Rickachu. En Pichu zegt, die is gevlucht natuurlijk. We hebben hem verjaagd met onze krachtige magie. Dat is toch cool of niet dan? Ja, dat is super cool. Ja, maar Pichu zegt dat het makkelijk was. Voor mij en mijn zussen. Ik geloof je niet, Pichu. Volgens mij was het helemaal niet makkelijk. Maar ik ben er nog zo boos over, zegt Pichu. Nadat die duistere dommer was vertrokken, hebben we even niet goed opgepast. En hebben al die monsters mijn zusjes ontvoerd. En er is er zo kwaad over. Ja, rustig aan, rustig aan. We gaan het wel fixen. Hoppakee, we hebben net een battletje gehad. We gaan allemaal level omhoog. En Gooigi, die kan ook iemand weer tot leven wekken. Dat is nice, want dat kan ik ook. Kijk, en nu lid Shadow afweer, waarmee die een sterker panzer fixt. En hebben we bonuspuntjes. En weer een spinnensushi. Oh, maar hoe lang duurt deze grot nog, joh? Is dat het einde? Eerst even kistie pakken. Oh, pas op, Epona. Epona, niet te veel drinken. Nee. Oh. Oké, blijkbaar is het gewoon lekker. Ja, ondertussen beginnen Gooigi en Shadow behoorlijk ruzie te krijgen. En het is vooral Gooigi die heel erg irritant aan het doen is. Geen idee waarom hij nou zo boos is. Maar hij is boos. Dat kunnen we nu niet gebruiken, want ik denk dat we nu naar het laatste stukje gaan. Denk ik hoor, ik weet het niet zeker, maar... We zijn al behoorlijke tijd in deze citrusgrot. En ik hoop dat we nu Pikachu gaan vinden. En Pichu die zegt... Ah! En ik vraag, wat is er? Ik voel dat Pikachu me roept. Ze roept om hulp. We moeten opschieten. Oké, let's go. Dan gaan we opschieten. Pikachu! Is Pikachu hier? Pichu zegt van wel volgens mij. Ja, oh no. Oh, Pikachu heeft weer geen gezicht meer. Het gezicht van Pikachu is gestolen en er is een stem die lacht. En daar moeten we nu tegen gaan vechten. Tegen de Pikachu-spin. Epona en ik gaan even aanvallen. Dat is chill, want dan gaan we gewoon even snuifactie doen. Let's go, Epona! En die andere twee zijn gelijk genakt. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik word lastiggevallen door spinnen. Ik denk dat ik even in de schuilplek moet gaan zitten. Denk ik. Zodat die spinnen eventjes weggaan. Lekker bezig, Pichu. Ja, die is lekker aan het knallen. Ja, ik kan uit de schuilplek gaan. De spinnetjes die zijn weg. Dus we doen weer mee. Gooigi wordt wel heel hard aangevallen nu. Ik zal hem eventjes wat strooisels geven. En Shadow krijgt even wat MP-stroosels zodat hij weer gaat eten. Hè? Voordat hij al mijn snoep en mijn bananen weer opeet. Kijk, dat moet doen. Hij gaat gelijk eten, jongen. Hij wordt 1 keer aangevallen, gaat gelijk mijn bananen op zitten vreten. Je bent echt een vreedschak, Shadow. Jongen, jongen, man. De Pikachu-spin is ongeveer voor 1/3 nu kapot. Ik ga aanvallen met Epona. Doet niet zo heel veel damage. Ik kan denk ik beter de snuifaanval doen en Gooigi is dood. Oké. Ik kan hem natuurlijk tot leven wekken. Even hiermee. En ik heb ook een magische kracht dat ik hem ook tot leven kan wekken. Alleen ja, dat kost me natuurlijk een beurt. Dus ik gebruik natuurlijk eerst even het strooisel. En dan gaan we weer door. Maar er was echt 1 aanval. 1 aanval en Gooigi was dood, man. Jeetje. Deze spin is wel sterk, jongen. Dus even kijken. Ik heb een magische kracht geleerd. Die heet Lentebriesje. Daarmee kan ik mijn vijand aanvallen. Dus even kijken hoeveel damage dat doet. Mijn lentebriesje. Ik denk niet dat een spin dat fijn vindt. 26 HP damage. Dat is prima. Shadow zit onder de spinnen. Dus ik ga Shadow even naar de schuilplek gooien. En ik ga mezelf even wat strooisel gunnen. En dan gaan we door. Shadow is weer terug. Spinnetjes zijn weg. En daar gaan we weer. Hopelijk kan iemand straks eventjes met Epona aanvallen of zo. Want ik heb niet echt hele goede magische krachten volgens mij. Kijk, ik kan aangevallen op Epona. En nu gaan we de snuifactie doen. Pikachu's binnen is wel bijna dood, jongens. Lekker, lekker. Kom op, Epona. 21 HP damage. Ik denk dat we nog 1 of 2 keer moeten aanvallen. Hij gaat voor Gooigi. En hij gaat voor mij. Ik heb nog genoeg strooisel over. Dus sta maar weer lekker op, Gooigi. Dit gaat lukken, jongens. Dit gaat lukken. We gaan Pikachu bevrijden. Let's go, Shadow. Schiet hem kapot. Bam. Lekker, man. Yes! Hartelijk dank! Graag gedaan, Pikachu hoofd. Ja hoor, daar is het gezicht van Pikachu weer. Het zusje van Pichu. Kom maar op. 1, 2, 3... Ja, dit ziet er een stuk beter uit. Wel een beetje psycho ogen. Ja, dit zijn je normale ogen inderdaad. De middels een fantastische vee Pikachu is gered. Oeh, ik kon het bijna niet meer verdragen, zegt ze. Lieve avonturier, ik moet mijn zus Raichu redden. Kun jij me helpen? Zeker kan ik je helpen. Ik heb Pichu ook al gered. En Pikachu gaat nu met ons mee. Lekker. En dan kan Pichu het dorp weer gaan bewaken. Dus we nemen afscheid van Pichu. En Pikachu gaat gezellig met ons mee. Raichu is in het Duisterbos. Dus dat is waar we nu naartoe moeten. Helemaal daarachter. Laten we gaan. En dat is zeker wat we gaan doen. Maar eerst wil Rabbit nog even een fotootje maken van ik die onder de spinnen zit. Oké, nou, ik koop het wel van je. Ik vind het niet het beste moment hoor, Rabbit. Anyway, Pikachu is terug. Nu moet Raichu nog terugkomen. Als je dat wil zien, vergeet dan niet even op de abonneerknop te drukken en even dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!